De clubheld van ADO Den Haag. Iemand die daar zeker voor in aanmerking komt is Lex Schoenmaker. Zijn staat van dienst in Den Haag is legendarisch, maar voor de meeste Hagenaars is het duidelijk. De held van ADO Den Haag is Aad Mansveld. Zijn verering neemt in Den Haag haast mythische vormen aan. Aad Mansveld was een verdediger die opschoof naar het middenveld. Hij deed zelfs een beetje denken aan Beckenbauer, aan Ruud Krol en aan Ronald Koeman later. Daar zag je dat terug, dat opschuiven naar het middenveld. Mansveld scoorde daardoor ook veel. En hij was hard. Hard ook voor zichzelf. Eigenlijk voordat hij in het eerste van ADO kwam, had hij al twee keer zijn been gebroken. Het deerde hem ogenschijnlijk niets. Hij was er. Keihard, altijd aanwezig, voorop in de strijd. Zijn ploeg op sleep aannemend. Dit is het schot van Mansveld. Zit erin! Mansveld, wat een goal! Wat schitterend! Mansveld. Aad Mansveld, ja, dat is mijn jeugd, moet ik zeggen. Dat is de belichaming van Den Haag. Dat vonden supporters, dat vond hij. Ik kan me herinneren dat hij verwarmingsmonteur is geweest. Dat heeft hij zelfs nog gedaan, volgens mij, toen hij al betaald voetbal speelde. En als ik helemaal goed zit, is het zelfs ook het beroep geweest van zijn vader, als ik me niet vergis. Aad Mansveld, echt een gigant in Den Haag. Heb je onder pressie gestaan vandaag? Nou, ik kan niet zeggen dus dat ik dus volop constant werk heb gehad tegen Feyenoord. Dat kan ik niet zeggen. Zelfs na het legendarische doelpunt van Cruijff tegen Den Haag, dan gaat Mansveld nog de keer tegen Tonti, omdat hij te ver voor zijn doel zou hebben gestaan. Mooi. Ja, Aad kon fantastische tegenstanders uit het spel halen. Daar ging hij voor de wedstrijd even naar ze toe. Dan keek hij ze zo aan en zei hij, goh, jij mag meedoen, joh. Veel blessures zeker. Ja, echt Hagenees. Voorzet linkervoet, zoek naar Henk van Leeuwen. Seurensen kopt de weg, Schoenmaker vangt hem op. Mansveld heeft hem. Mansveld wilde doorgaan in een 1-2 met deze man. Van Leeuwen, Kila, Van Baren. Rechtse paal staat Mansveld. Ingekopt, ja, Mansveld, eindelijk dan toch. 10e minuut. De dominerende Haagse aanvoerder gaat zelf die vrije schop nemen. Precies halverwege de tweede helft. Er is een muur van 6 man, dit is de aanloop. Hij geeft een goed paasje naar Perazic, die moet nu trekken. Doet dat goed, Kroos is hem kwijt. En het is een goal! Het is een goal van Den Haag! Op 5 december 1991 overleed Aad Mansveld aan een slopende ziekte. Hij leeft voort in de harten van alle Haagse voetbalsupporters. Door een standbeeld voor het stadion en doordat er een tribune naar hem is vernoemd.